Assalamu alaikum mensen en welkom bij een nieuwe video. Je ziet het, de Reebok UFC shirtje is aan. McGregor staat erop. Nou, deze shirtje heb ik al nu denk ik anderhalf jaar, twee jaar. Ik word hier trouwens niet voor betaald voordat Rambam weer gekke dingen gaat doen. Afgelopen zaterdag natuurlijk UFC. Henry Cejudo tegen die TJ Dillashaw. Henry Cejudo die won. Vraag ik me eigenlijk af. Hoeveel van jullie zijn nou UFC-fan? Hoeveel mensen van jullie kijken naar de UFC? Was ik gewoon benieuwd naar. Gaat deze video niet over? En mocht je niet snappen wat ik daarmee bedoel, gaan we gewoon lekker door met de video. Er is een tv-programma op de televisie, waarvan vervolgens ook weer heel veel fragmenten online verschijnen. Die fragmenten die dan online komen, dat zijn meestal fragmenten die super hard gaan. Heel veel mensen checken die, heel veel mensen vinden dat geweldig. Dat is een tv-programma dat heet Wegmisbruikers. Heel veel mensen kennen het programma. Ik denk dat iedereen wel het programma Wegmisbruikers kent. En als jij vaak op de weg bent, kijk, ik rij in een week gemiddeld, ik denk 1000 kilometer per week rij ik. Makkelijk, ik tik makkelijk de 1000 kilometer per week aan. Als jij veel op de weg bent, dan denk ik af en toe wanneer ik bijvoorbeeld te hard aan het rijden ben, ik weet het is niet goed, dan denk ik bij mezelf van, stel je voor, ik word nu achterna gezeten door wegmisbruikers. En ze houden mij aan de kant. Wat ga ik dan doen op zo'n moment? En heel vaak heb ik het gevoel bij wegmisbruikers, wanneer ik dingen zie, dat ik bij mezelf van, oh, waarom reageer jij zo? Dit is niet de juiste manier om te reageren. Nou heb ik wat filmpjes bij elkaar verzameld en ik wil die even samen met jullie gaan checken. Ik ga jullie dus tips geven hoe je met de politie moet omgaan op het moment dat je staande wordt gehouden. Ik ben daarin, ik kan wel zeggen dat ik daar, ik weet toch, ik heb daar wel wat ervaring mee. Ik denk wel meer dan 10 keer staande gehouden door de politie. Gouden Regenstraat, door rood. Ja, dat is de kruising met de trambaan. Ja, natuurlijk. We zijn inmiddels alweer staande gehouden door de politie achter. Ik ben trouwens een keertje staande gehouden door iemand die bij wegmisbruikers ook, zeg maar, hij zit erin. Op dat moment waren ze dus niet met wegmisbruikers. Maar in die tijd daarvoor was mijn rijbewijs in beslag genomen, maar ik had hem teruggekregen. Maar waarschijnlijk op die kenteken van die auto stond nog steeds geregistreerd rijbewijs in beslag genomen. Dus in die tijd ben ik heel vaak staande gehouden. En ik had het volgens mij nog gevlogd. Check maar. Goedenavond. Dat mag zeker. Even kijken hoor waar die zit. En heeft u in ieder geval het rijbewijs? Hey, kijk eens van wegmisbruikers! Mag ik u filmen? Nou, nee, liever niet. Wel grappig hè, dat iemand die zeg maar voor zijn werk heel veel op wegmisbruikers komt, maar als ik zeg van wil je op mijn vlog, zegt hij nee. Maar ik ben, je weet toch, ik weet hoe ik met politie om moet gaan. Politie en ik, wij zijn, weet toch, we like this man, we tight, you know? Laten we kijken naar het allereerste fragment. Terug naar Utrecht. David en Jan spotten een auto waarvan de bestuurder de snelheidsregels volledig aan zijn laars laat. Je bent in de zet van de rijbewijs. Ja. Dan weet je ook de regels, hè? Dit vind ik altijd vervelend wanneer agenten dat zeggen. Jij hebt de rijbewijs, toch? Ja, inderdaad, ja. Dus dan weet jij de regels? Ja, ik weet bijvoorbeeld dat je niet door rood mag rijden. Nee, dan weet je dus de regels. Dus je moet je ook aan de regels houden. Oké. Alsof je op het moment dat je je theorie ging halen, alle regels uit je hoofd moest kennen op het... weet toch, in het verkeer. Heel vaak heb je dan van die borden en dan denk je bij jezelf van, oh ja, wat betekent dat nou? Wel harder, maar we konden het niet constateren. Dat is een geluk. Oh. Maar je moet je gewoon aan de snelheid houden. Oh, sorry, hè? Je moet je gewoon aan de snelheid houden. Oh, sorry, hè? Aan de regels houden. Ook s'nachts. Ja, het is 2 uur in de nacht, heb je niet wat beters te doen. Juist, dan is het juist. Brekers, mensen die stelen, ga je hun niet aanhouden, ga je ons hier aanhouden. Waar slaat dat op, meneer? Nou, je kan even gewoon normaal doen. Nou, dat slaat helemaal nergens op. Ik doe gewoon mijn werk, dus je moet gewoon even normaal doen. Dat is klaar. Je bent racistisch. Je racistisch? Ja. Dan moet je even doorgaan, dan ga je mee naar het bureau. Oké, deze jongen heeft dus in een tijdperiode van 20 seconden de twee gouden regels verbroken. De eerste, zeg nooit tegen een agent, hebben jullie niks beters te doen? Waarom gaan jullie niet gewoon boeven vangen? Als een agent dat hoort, die hoort dat echt zo vaak, die is dat helemaal zat. En ik denk er bij mezelf van, jij moet eens weten hoeveel werk ik doe en hoeveel, je weet toch, hoe ik mijn best doe voor deze samenleving. En dan zeg jij, ga lekker boefjes vangen, hoe durf jij? Dat is wat er vaak in het hoofd van een agent rondspeelt. Tweede, zeg nooit tegen een agent, ja, je bent racistisch bezig, kijk. Oké, als die echt racistisch bezig is en hij zegt van, ja, jij Marokkaan, jij moet dit en dat, of hij zegt het daadwerkelijk, of je hebt gewoon het gevoel dat hij jou, weet toch, op dat moment gewoon, hoe zeg je dat ook alweer, dat hij jou profileert? Weet toch, dat profileren van de agenten, wanneer ze een dure pak zien en een jongen van buitenlandse afkomst, dat ze dan denken van, oké, daar klopt iets niet. Dan oké. Weet toch, ik zou het niet zeggen, ik zou het bewaren en dan later daar, weet toch, echt iets mee doen in plaats van op het moment
dan tegen die agent zeggen. Want die agent die gaat dat niet waarderen en die gaat er alles aan doen om jou een boete aan te smeren. Ik beledig je lekker niet. Nee, dat moet je ook vooral niet gaan doen. Ja, ik haal gewoon bloed onder hun achterdaan zonder dat ik je beledig. Dat kan toch ook? Ja, alles kan. Ja, daarom. Alles kan. Ja, alles kan. Thee kan, koffie kan, je hebt zelfs mayonaise kan. Als je... Ja? Je hebt serkan, je hebt hakan, je hebt voerkan, tarkan. Je hebt inderdaad heel veel kans, ja. Maar je hebt je wel kentekenbewijs? Kijk, vanaf dit moment weet je gewoon dat die agent is dus op zoek om jou die bekeuring te geven. Omdat jij die twee gouden regels hebt verbroken. Hoeveel is die boete? Ik vraag, heb je voor mij een kentekenbewijs? Hé, hey, heb je die kentekenbewijs of niet? Hallo, hey, Ik dacht het net, is... Huh? Er wordt naarsten gezocht, maar nee, geen kentekenbewijs. Hier heb je inderdaad weer die irritante voice-over die altijd weer alles beter moet weten. Oh, ben jij geweldig, zeg jongen. Oh, wat een geweldig werk heb jij. Ja, leuk. Ik heb geen kentekenbewijs. Nou, dan krijg je al bekeuring voor. Ja? Ja. Oké dan! Hij is een balletje, jongen. Hij is ongelofelijk. Hij krijgt een bekeuring. Hij zegt, oké dan, lekker, ja! Oké, je kan dus wel zeggen dat deze man alles eraan heeft gedaan om het bloed onder de nagels te houden van deze agent. Laten we doorgaan naar het volgende fragmentje. Surveillanten Jos en Ger worden ingehaald door een Chrysler. De volgende Belg. Ja. Heel kort op. Hé? Hij zit ook heel kort op. Ja. Gaat er richting weer. Kijk dan. Dit is helemaal de limit, zie je dat? En bovendien trapt de bestuurder ook nog eens flink door. Flink door. Hé, voice over, man. Hé, man. Je bent weer gek aan het doen, man. Je loopt weer gewoon te snitchen. En bovendien trapt er ook nog één keer door. Wat gaat jou dat aan? Mag ik van u even een rijbewijs? Ja hoor, dat mag. Maar de vrouw belt wel direct met haar vriend. En vervolgens lopen de emoties hoog op. Rustig, mevrouw, rustig. Nou, leg eerst die telefoon maar eens neer, dan kunnen wij verder zaken doen. Want u zult... Ik mag gewoon mijn boete uit en dan rij ik aan, want ik heb een afspraak. Oké, huilen werkt niet. Als jij denkt van oké, ik ga dus huilen op het moment dat ik word staande gehouden, dat gaat niet werken als die man al in zijn hoofd heeft van oké, jij gaat een bekeuring krijgen, ga jij een bekeuring krijgen. En al helemaal op het moment dat er ook nog eens een cameraploeg bovenop zit. Want dan gaat die baas uiteindelijk zeggen van, hey, waarom heb je niet die bekeuring gegeven? Ze gaan jou sowieso die bekeuring geven. Werk gewoon mee. Luister mevrouw, we moeten eventjes met elkaar eventjes toch even in gesprek. Want het, zo werkt het natuurlijk nee, niet, hè? Ik wil gewoon mijn boete en nu weer verder naar geen recht toe. Dat weet ik. Dat weet ik. Hou eens even. Rustig eens even aan. Nou, geef het terug. Doe nou eerst eens even rustig. Geef het terug. Dit is net een kind. Geef terug. Nee. Geef terug. Rustig. Kalma. Tranquilo, mi amor. Tranquilo. Ik ben even geef met, terug, ik ben even met u bezig. Schrijf mijn boete uit. U weet helemaal niet waar ik uw vrouw aan de kant ga zetten. Leg die telefoon eens even neer, alsjeblieft. Dat is zeg maar die, ja, die heeft ze zeg maar, omdat ze zoveel aan het snikken en huilen was, kwam die er. Zeg maar, zo kwam die er. Ja! Ja, mijn arme rijbewijs is vast. Wat is dit voor kind? Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dit is echt ongelofelijk dit. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Jij houdt mijn rijbewijs vast. Ja! Het is een agent, je bent staande gehouden, logisch. Ja, maar dat heb je toch echt aan jezelf te wijten? Precies, ja! Lekker wat met de contraal, wil ik je nou... Kom los! Ik durf te zweren op het moment dat dit... Kijk, vrouwen hebben altijd een dingetje. Wij willen dezelfde rechten hebben als jullie man. Man en vrouw zijn gelijk. Maar ik durf te zweren dat op het moment dat een man dit deed, die was gelijk tegen een muurtje aangedrukt, daarna gevloerd met een knie in zijn nek. En die was daarna gelijk meegenomen naar het bureau. Plus, ik snap altijd niet die mensen die zeggen, ja, donder op met die camera, haal die camera weg. En al helemaal op het moment dat je weet, oké, dit is dus een televisieprogramma. En als jij gewoon, je gaat sowieso gefilmd worden, dat mag. Je mag mensen gewoon filmen. Alleen, het is een televisieprogramma, ze mogen jou niet herkenbaar in beeld zetten. Dus je kan tegen hen zeggen, ah, wanneer ze klaar zijn, weet toch, met die boete afhandelen. Zeg dan gewoon tegen hun van, luister, ik wil niet op beeld, maak mij onherkenbaar, mijn stem, mijn gezicht, ik wil niet op beeld. Klaar! Probleem opgelost. Wat is het allerergste wat er gezegd kan worden tegen iemand die al loopt te huilen op het moment dat alleen wordt gevraagd naar een rijbewijs? Dat is dit. U hebt nog wat bovenste openstaan. €380 openstaan. Wat is?
Ze helpt ook gewoon zo zielig. Gewoon van... Transport? Nou, ik pak die camera weg! Wat doe jij? Oei, man, doe rustig, man. Wat is met jou, man? Deze is echt niet normaal, hoor. Zij is niet, bark in haar hoofd. Zij is echt psychisch. Rustig. Oké. Er wordt hier niet... Hetzelfde verhaal. Als dit een man was geweest, die had al lang al... Die was al lang al getaserd of geschoten of wat dan ook, man. Ja, wat kan ik hierop zeggen? Wees gewoon niet haar. Dat is de beste tip die ik kan geven. Shit. De volgende fragment is een fragment die speciaal... Die heb ik gewoon speciaal erin gezet omdat ik hem zo leuk vind. Ik heb hem een lange tijd niet gekeken. Maar elke keer als ik heb gekeken, ging ik huilen van het lachen. Ik heb hem expres nog niet gekeken. Zodat diezelfde gevoel misschien weer naar boven gaat komen. Maar ja, deze man doet letterlijk gewoon alles fout wat maar fout kan gaan. En 100% dat jij deze kent. Wij hebben uw snelheid gemeten op de A16. U viel ons al op vanwege de snelheid. Ja. We hebben een aantal metingen gedaan. Eén daarvan kwam uit op 164 kilometer gemiddeld. Waarbij je ook aan het eind van de meting nog op ons uitliep. Daar gaat een correctie vanaf. Heb ik zover? Zo hard gereden? Zo hard heeft u gereden, ja. Goed. Er zijn ook videobeelden van gemaakt in de auto. Ik heb echt niet in de gaten. Oké, nu gaat het moment komen dat hij dus te horen krijgt van oké, dit is zo, dit is goud. Te hard en daar gaat de bekeuring over. Het rijbewijs wordt ingevorderd. U gaat mijn rijbewijs doen? Ja. Wordt ingevorderd, die rijdt boven de 50 km per uur te snel. Meneer Arendt, dat kost mij een hoop geld en ja, hoop ellende. Ja. Ben je nog gek geworden of zo? Oh, ja. Ben je nog gek geworden of zo? Oh, hey, man. U rijdt het. Ja, kom nou, ik rijd niet zo hard. Ja. Ben je gek geworden of zo? Oké, het is voor mij makkelijker als u het even in de auto terug plaatsneemt. Dus we moeten even wat papierwerk in orde maken. Formulieren moet ik aan u uitreiken. En het praat even wat makkelijker. Ik ga mijn rijbewijs overnemen. Uw rijbewijs is ingevorderd inderdaad, vanwege de snelheid. Dus dat betekent dat u vanaf dit moment ook niet meer mag rijden. Zijn jullie gek geworden, godverdomme? Zijn jullie gek geworden? Godverdomme! Jullie zijn zo rechtsplaats. Jullie nemen mijn rijbewijs over. Wat een kutvolk zijn jullie. Ik moet het niet laten. Ja, wat kan ik als tip geven voor dit? Eigenlijk ja, niks. Deze man is gewoon goud, man. Nee, ja, op, man. We hebben nu heel veel dingen gezien van mensen die het niet goed hebben gedaan. Nou wil ik wel één voorbeeldje laten zien van mensen die natuurlijk een fout hebben gemaakt in het verkeer, maar uiteindelijk het heel leuk oplossen. Agenten Dani en Albert zitten achter de bestuurder van een oude Ford Fusion die direct de aandacht trekt. Voor ons hele oude auto. En die gaat hier naar rechts. Dat is een fractie. Van hoe heet het, wegmisbruik? Ja, heel goed. En als je wil, kom je ook op tv. Toppie. Kijk, zo kan je ook gewoon reageren, snap je? Kijk, sommige mensen houden niet van de camera, dat kan ik begrijpen. Maar als je gewoon op zo'n manier reageert als die man, ja, dan... Ja, toch, iedereen gaat van je houden, man. Niemand gaat wat slechts over jou zeggen. Wil jij heel even kopen? Wil jij je zakken even leegmaken voor mij? Je mag kijken, hoor. Je mag kijken. Dat staat hoe kom je aan zoveel geld bij je? Het is 1000 euro en dat weet ik en dat is voor mijn scooter. Heb je een bonnetje bij je? Wat? Van pinnen. Nee, ik ga een scooter kopen, toch? Ja, maar hoe kom je aan zoveel geld? Ja, ik heb dat gewoon gepint, hoor. Ja, heb dus je mijn moeder voor mij gepint en kijk maar in de registratie, dat staat erbij. Maar wanneer heb je dat gepint? Dat heb ik maandag van mijn moeder gehad. En dan loop je dan met 1000 euro op zak? Maar ja, volgens mij heb je daar nog niet. Ja, ik heb hier niks. Dit is gewoon 40 euro of zo. Je ziet het, hij werkt gewoon netjes mee. De agent die die denkt bij zichzelf van oké, is misschien een beetje vreemd, een beetje raar. Maar hij werkt gewoon netjes mee. Anders op het moment dat je netjes meewerkt, als er wordt gevraagd van hey, mag ik je rijbewijs? Alsjeblieft, rijbewijs heb je niet bij je. Ik heb mijn rijbewijs niet bij me, meneer. Sorry, maar ik heb misschien wel een pinpas met daarop mijn naam. Of andere pasjes, zorgpas of weet ik veel wat. Als je gewoon netjes meewerkt, dan is er geen reden om uiteindelijk dingen uit de hand te laten lopen. Vorige week is hij gepakt met handel harddrugs. Kunnen we je moeder even bellen? Nee,
Ik zag alleen maar mam. Ja, Dani wil dit opmerkelijke verhaal toch even checken bij de moeder zelf. Ja, hij heeft heel veel geld bij zich. Kunt u mij vertellen waar dat geld voor is? Oké. En heeft u dat geld aan hem gegeven? Oké, nou dan weet ik genoeg. Ja, nee, maar moet ik het vestigen? Zeg je toch? Zonder erbij te staan of wat? Heb jij iets van verdovende middelen bij je? Nee, echt. Mag maar gewoon fouilleren. Echt. Dat is mijn broek gewoon. Ik nou, doe hoeveel wil. Kijk, oké. Ik snap dat je zeg maar gewoon graag wilt meewerken, maar dit is misschien net iets te veel. Luister, doe ze even gewoon. Vertrouwen is goed, controle is beter. Maar je mag me echt gaan tellen hoor. En ik laat je ook gewoon zien. Hier, dit. Wil je zien, kijk. Nee, maar het gaat mij om dat je geen verdovende middelen bij hebt. Een fietssleutel en wat losse centen. Telefoon en niks. Wat is dat? Pak maar, pak wat je vindt. Pak oordoppen en legitimatie en 10 euro, ja. Nog meer geld. Dat is een tientje, man. Ja. Hier en dan hier. Ja, graag of niet hoor. Je mag van mij kijken hoor. Wil je kijken? Hier. Ja. Gezien? Geen verdovende middelen. Oké, het is misschien te veel van het goede, maar je ziet het, hij laat het zien en het is ook meteen gewoon klaar. Hé, en zo naar deze man is wel een strijder, man. Oh. Nou mensen, ik hoop in ieder geval dat jullie wat hebben gehad aan mijn tips. Voor de rest wil ik jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om hieronder reacties achter te laten. En vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een...